Basisschool Noor is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. En dat is bijzonder. Het is belangrijk omdat de kinderen hier in Nederland wonen en kunnen participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit. Kinderen gaan hier met plezier naar school, zijn vrolijk, spelen graag met elkaar op het plein, zijn gemotiveerd en dat zie je terug. Ik ben Moat en ik vind de school gewoon heel leuk. De juf en de meester zijn lief. Ze helpen me heel goed op school. Wij hebben hier veel leerkrachten, moslim als niet-moslim, jong, oud, pas afgestudeerd, langer werkzaam, dus van alles wat. Een afspiegeling van de maatschappij. Onze kernwaarden zijn bij iedereen bekend, zowel bij ouders, leerkrachten en leerlingen. Deze zijn identiteit, verantwoordelijkheid, veiligheid, respect en natuurlijk kwaliteit. Voor ons zijn deze kernwaarden leidend. Kinderen leren met elkaar omgaan, ze leren conflicten oplossen, samenspelen, wat begrip creëren voor elkaar. En op deze wijze creëren wij de kernwaarden op onze school. Vanaf de kleuters komen ze hier op school en eigenlijk op dat moment al zie je kinderen die hebben thuis wat meegekregen over de islam, de een wat meer dan de ander. Bij ons op school gaan we echt op zoek naar toepassen. Niet alleen de randvoorwaarden, niet alleen het dragen van een hoofddoek of het verrichten van je gebed, maar met name ook hoe ben je als mens. Dat is hoe je wordt wie je bent. Ik ben opgegroeid met de islam, ik ben zelf moslim. En hier in Nederland was ik wel erg blij dat deze school hier in Den Bosch is, waar mijn kinderen naartoe kunnen. En ook een stuk van identiteit mee kunnen nemen. Hier worden de kinderen opgeleid om met succes naar het vervolgonderwijs te gaan. En daar te kunnen participeren in het vervolgonderwijs als Nederlands burgers met een islamitische identiteit. Ik vind het ook heel belangrijk dat de directie hier, maar ook de leerkracht, toegankelijk zijn. Dat zie ik ook hier terug en dat vind ik heel belangrijk. Noor is de school waar je thuis voelt. En waar je thuis voelt, ben je gelukkig.